Hallo, mijn naam is Annie Merkaert en ik zou jullie heel graag eens willen laten proeven van meditatie. Dus zoek je een rustig plekje, zet je comfortabel en dan mag je even je ogen heel langzaam en heel rustig sluiten. Alsof je in slaap zal vallen. Voel de gevoelige spieren rondom je ogen. De rest van je spieren. Van je aangezicht, je voorhoofd, je kaken en je mond. Ook de spieren van het topje van je hoofd, je achterhoofd, je nek, je schouders, je armen. Je handen, je vingers en de topjes van je vingers. Ontspan ook je borststreek, je rug, je heupen, je benen. Je voeten en de topjes van je tenen. We hebben ons lichaam eventjes niet meer nodig tijdens de meditatie, enkel nog ons bewustzijn. Adem al eens diep in en uit. En probeer eens heel langzaam en heel zacht en diep te ademen. En voel de weg van je adem. Focus je even op deze ademhaling. Probeer dan ook eens in het midden van je buik te voelen waar de adem zich keert. Stel je even voor dat je positiviteit inademt. En dat je oude gedachten, gevoelens, zorgen of negativiteit uitademt. Tracht na een paar keer adem te halen, je focus te leggen op het keerpunt van de adem. Stel je even voor dat dit keerpunt een lege middenruimte is, het centrum van jouw lichaam. Een heel belangrijke plaats. Deze lege middenruimte kan zich nu heel langzaam vullen met positiviteit. Geniet van dit moment. Dit is tijd voor jezelf. Stel je jezelf even voor in een lege ruimte, zonder spullen of mensen. Je bent helemaal alleen, niks of niemand die je stoort. Indien er gedachten voorbij passeren, dan laat je ze even binnenkomen en laat je ze teruggaan. Observeer als toeschouwer je gedachten. Alsof je door een raam zou kijken, maar niet naar buiten gaan. Je kan je ook eens even een heldere sfeer voorstellen. Je bewustzijn is van nature uit helder en licht. Stel je eens even een zon voor of een volle maan of een zeebel. Probeer deze niet visueel te zien, maar wel met je gedachten te visualiseren. Laat dit voorwerp eens heel even je hoofd binnenkomen en heel langzaam naar beneden zakken. De lege middenruimte waar je adem zich keert, kan zich vullen met dit voorwerp. De heldere sfeer van dit voorwerp kan zich verspreiden over de rest van je lichaam. Indien je niks voelt, is dat geen probleem. Indien je niks ziet, is dat ook geen probleem. Elke ervaring is een goede ervaring. Geniet van dit moment voor jezelf. Nu je je lichaam hebt gevuld met positiviteit, is dit het ideale moment om eens een wens te doen voor jezelf. En om ook je vriendelijkheid, je respect en medeleven met anderen te delen.
Voel nog even het midden van jouw lichaam door eens diep in en uit te ademen. En dan mag je heel langzaam je terug bewust worden van de ruimte om je heen. Voel ook opnieuw je ledematen en de rest van jouw lichaam. Geniet nog even van dit moment. Probeer het goede gevoel nog even vast te houden. En als je er klaar voor bent, dan mag je je ogen heel langzaam openen. Zo, dat was het. Ik hoop dat je er hebt kunnen van proeven. En wie weet, tot ziens.